Datasuur, een dochteronderneming van Telesuur, staat ook stil bij Girls in ICT Day. Zij organiseerden vandaag een praktische ICT-workshop voor jonge dames van verschillende niveaus. Die eventueel interesse in de informatie- en communicatietechnologie ICT hebben. Studenten van het Natuurtechnisch Instituut Natin MBO, het Ewald P. Meijer Lyceum, het Surinaams Pedagogisch Instituut SPI en het Arthur Hogedoorn Atheneum AAHA waren deel van de workshop. De sessies hadden verschillende onderwerpen, zoals cyberveiligheid, applicatieontwikkeling en grafisch ontwerpen. Marketing officer van Datasuur Suwena Chena Shu stelt dat het belangrijk is aandacht te besteden aan het leggen van een goed fundament voor jonge dames die mogelijk deze sector willen ingaan. Nou, voor ons is het belangrijk om awareness te creëren en de studenten te motiveren en inspireren als het gaat om het gebied ICT. Dus vandaar dat we ze hier bij elkaar hebben gebracht middels een workshop. Ik vind eigenlijk, als je kijkt nu naar de Girls in ICT Day vooral, ik merk dat er toch wel heel veel interesse is. Tijdens het organiseren van het event is dat ook echt naar voren gekomen. Op een gegeven moment hebben we de groep moeten afbakenen en op den duur kreeg je wel weer mensen die zeiden van ik wil ook meedoen. Dus last minute kwamen er toch wel wat meer aanmeldingen binnen. Verbeterpunten, ik denk dat er gedurende het jaar toch wel wat meer aandacht aan besteed kan worden. En dan, ja, we zijn vanuit de ICT-associatie ook bezig daarmee, maar ik denk dat het bedrijfsleven toch wat meer input kan geven als het gaat daarom. Ja. Chena Shu geeft te kennen dat na evaluatie van deze workshop er zal worden gekeken naar verdere projecten om de ICT-sector in Suriname te helpen ontwikkelen.